De jongste is hier nog boterhammen aan het eten. Die zit nog in de leeftijd dat je boterham dicht doet of niet, dat heeft allemaal niet veel effect. Het eerste wat we doen is die boterham openen en alles opeten behalve de korsten. Maar je moet eten als je honger hebt. We gaan al vanaf dat ze gedaan heeft met eten en aangekleed, gaan we de andere, de grotere zus gaan halen, die heeft gedaan met school. En dan rijden we meteen door naar de ponyles. En ik ga daar proberen foto's maken. Ik ga daarvoor mijn XH1 gebruiken. Die heb ik hier al klaargezet. Ik ga niet deze lens, ik ga niet de 23mm lens gebruiken. Ik ga wel de... Het is zo'n typisch moment dat ik niet echt een geschikte lens heb. Dat ik niet echt een voorkeurlens heb. Dus dan neem ik gewoon het gemakkelijkste, zijnde de 16-55 f2.8 zoomlens. Dus ik ga gewoon met die zoomlens, daarmee kan ik zo wat alles fotograferen. Ga je korstjes nog opeten? Heel grappig. Ik zou ze toch ook weten. Goedje. Ik ga die zoomlens gebruiken. Het is geen super geweldige snelle actie. Het is gewoon, ze rijden rondjes. Ze is een paar weken terug is ze in galop van het paard geslingerd geweest. Allee, op het moment dat ze haar paard aanspoorde, of haar pony, nee, ponies. Haar pony aanspoorde om in galop te gaan, is ze eraf gegooid geweest. Dus nu is ze een beetje voorzichtig terug aan het opbouwen. En het snelste dat ze doet op dit moment is draf. Het is vooral rondjes rijden, leren sturen, leren in draf gaan, leren inhouden. Ik ga ze aankleden, ik denk dat ze het beu is van aan tafel te zitten, dat ze genoeg heeft. Oh, nee. In elk geval neem ik die zoomlens, wat ging ik zeggen, ik ga die zoomlens gebruiken. Ah ja, het autofocus systeem. Dus eigenlijk bij Fujifilm kun je alles vanaf X-T2... en recenter heeft de heel snel, vlot, accuraat, goed instelbaar autofocus systeem. Je hebt zo'n aantal opties waarbij dat je kunt kiezen wat voor type object dat je wilt trekken en zo. Je hebt heel veel opties. Dus je kunt heel veel bereiken met het autofocus systeem. Zo goed zelf dat je vaak alleen maar je ontspanner half ingedrukt moet houden of je AF-lock knop ingedrukt moet houden. En dan al eigenlijk het systeem vanzelf zijn werk bijna doet. Ik ga ze eraf al nou gaan ons klaarmaken en vertrekken. Ja, en hier ben ik dus klaar om te fotograferen. Ik had al uitgelegd dat ik de 16-55mm lens gebruikt heb. Het makkelijke is vooral dat je kunt in- en uitzoomen. Hè. Voor de rest, dus ik ga niet over belichting spreken. Belichting, we staan buiten, dat is vrij gemakkelijk. Wel belangrijk is nog het autofocus systeem. Er zijn een aantal heel specifieke instellingen voor het autofocus systeem. Hier die MCS-knop. Dat is manual focus, continuous focus of single focus. Dat wil je op de C zetten voor continuous focus. Dan gaat de camera eigenlijk zolang dat je de ontspannerknop ingedrukt of half ingedrukt houdt, beter gaat die al die tijd blijven scherp staan. Voor de rest heb ik hier nog in de menu zijn er, als je naar het AF-MF menu optie gaat, daar... Dan zijn er twee belangrijke instellingen, dat is de AFC Custom. Ja, ik ben hier met één hand aan het filmen en andere hand aan het instellen. Dus de AFC Custom setting, daarmee kies je eigenlijk, je hebt een aantal presets. Dus dan kun je heel gemakkelijk uit het lijstje van de presets gewoon iets kiezen, afhankelijk van het type bewegend onderwerp dat je gaat fotograferen. Dus of dat heel snel beweegt, of dat veel verspringt, of dat er dingen voorkomen. Een andere belangrijke instelling, dus naast die AFC Custom is de focus area, dus je moet eigenlijk ook niet met, het is de AF mode, dat is het. Dus dat je juist niet met die focus area werkt. Dat je in de plaats van één punt zoals je hier ziet, eigenlijk die verschillende puntjes activeert. En dan kun je, gewoon door je ontspanner half ingedrukt te houden, lokken die puntjes dan op het onderwerp. Hier bijvoorbeeld die zwarte woonwagen. En dan als ik verschuif de camera, dan probeert hij daar nog altijd de focus op vast te houden. En dan typisch als je een pony of een paard gaat fotograferen of iets anders wat dat beweegt, dan wil je natuurlijk dat dat punt vast staat op je eigenlijke onderwerp. Hè. In de rest van de video ga ik nog een paar van de foto's laten zien dat ik gemaakt heb. De meeste, ik heb afgewisseld tussen f2.8 en f4. En dan afhankelijk van een of andere instelling heb ik dan een sluitertijd van een 250ste of van een 500ste gekozen. Wat dat voor dit soort beweging voldoende is, zoals je kunt zien, om die te bewegen, te bevriezen beter. En de scherpstelling zelf
Soms stond hij op het hoofd van het paard in plaats van op het hoofd van het kind. Maar anders dan dat heb ik eigenlijk nergens problemen mee gehad.